bij een ongeval, letsel. Of in ieder geval een ongeval. Spreek de politie, uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog. Beide, handen omhoog. Het vallen. Police, stop whatever the hell you're doing! Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSPD voor Amor. En vandaag ga ik op pad met de Marge C. De Camar noem ik het ook wel. Koninklijke Marge C. Met deze Opel. En dan wat daar achter Opel komt, dat durf ik je niet te zeggen. Het staat er niet op. In ieder geval gemaakt de politie meneer. Shout out naar politie meneer. Lekker bezig. En laten we de straat op gaan. Ik ga naar even Eugenio. Ik kom er bij. Citizens report a civilian requiring assistance in Los Santos International Airport. Peter, ja toch wel. Dat is gewoon toeval. Ik ga even deze goed zetten. Ja, er zou hier ergens een voertuig met pech staan en dat is niet zo handig, dus die gaan we alvast even eventueel helpen of weg laten slepen. Ja, een beetje misschien voor het gevoel een hoge lichtbalk, maar ik geloof dat het in het echt ook wel zo is hoor. Geloof ik, maandag uit. Als dat zo zou zijn, krijgen we die melding wel. Hier staat hij. Zo. Lekker geparkeerd hier door mij dan. We gaan eens kijken. Ik zal eerst even kenteken controleren voordat hij dadelijk er vandoor weer gaat en het voertuig gestolen blijkt te zijn ofzo. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 09 Uniform Charlie dan, Zulu 575. Hallo, ik ga eens kijken voor u. Oké, okay, hij kan door. Volg je weg, heb je trouwens nog een rijbewijs voor me, zo snel even. Dankjewel. Ik heb hem ingelezen. Verder niks meer aan de hand. Dan kunnen wij door. Interieur zou ik ook even laten zien. Schermpje. Voor lichten, zoals je ziet, knippert het ook echt als blauw aanstaat. En oranje en groen. Nee, wacht, groen is dit. Ja. Zo. Attention all units. Citizens report a motor vehicle accident in Los Santos International. 1 Lincoln 18. Rijdt alsjeblieft prio 1. Prio 1 ongeval, letsel. Of in ieder geval een ongeval. Mogelijk letsel. Plaatsen. Goedendag, is er een ambulance nodig? Even kijken, hier zit niemand verder in. Hier zitten twee mensen, lijken aanspreekbaar, dat is goed. Hoi, hij zegt ik probeer het te stoppen, maar mijn remmen deed het gewoon niet meer. Oké, okay. Wat zeggen hun? Wat zeg jij? Jij zegt nee. Zo, heb ik hem geraakt? Is de klootzak dood?
Nee, dat lijkt me een beetje poging doodslag. Mogen we even allemaal uitstappen? Als dat gaat. In ieder geval, ik wil van jou even een rijbewijs zien. What the hell? Dat is gaan. Je rijdt met een verlopen rijbewijs. Een ingevorderd excuses. Nu heb ik hem niet zien rijden, dus ik weet niet of dat hier helemaal strafbaar is. Dat moet ik helaas jullie dus schuldig blijven of ik hem daarvoor zou moeten bekeuren. Ik denk het eigenlijk wel. Nou, voor hetzelfde dat zegt hij van ja, maar ik reed niet, hij reed tegen een stilstaande auto op. Ja, dan 4, zit je 8, alweer. Yankee, Zulu, Romeo, 6, okay, maar 2, jij was niet 7, die Sean, toch? De eigenaar van dit voertuig, die wordt gezocht. Dat is hij niet. Dus ik laat hem wel afslepen en dan kan de eigenaar lekker zijn voertuig komen ophalen. En als hij dat doet, dan kan hij meteen worden aangehouden. Jesus. Ik ga jou een taxi bellen. Ik hoef je niet te fouilleren. Dan hebben we hem al helemaal afgehandeld. En dan is die auto al weg. Kijk, die staat hij ook uit. Dan komt er een taxi voor hem. Dan wil ik van jou even een ID'tje zien. Dirk. Expired. Oké, duur iets aan, want je identiteitskader is verlopen. En van jou. Goed, ik weet niet wat hier allemaal is gebeurd. Ik boem is blazen trouwens, dus jij mag nu even blazen voor mij. Zal ik stopzak blazen, 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 blazen. Oh maar. Ja, oké, okay, je wil niet meewerken, dat is goed. En jij? Blazen tot ik stopzak. Nee, niet jij nog een keer. Jij. What the hell? Blazen voor hem tot ik stopzak. Blazen, 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 blazen. Oh maar. Oké, okay, je hebt te veel gedronken en jij wil niet meewerken. Ik denk dat hij meer aan de hand is. Kunnen we gewoon beide aanhouden. Wow, dit gaan we even op het bureau You're under arrest, you piece of crap. Nu zal de game waarschijnlijk gaan crashen omdat die taxi hem wil ophalen en... Taxi. Ja, oké, okay, dat pakt hij dus wel. En jij bent aangehouden voor niet meewerken aan een ademtest, een blaastest. Ja, dat kan betekenen dat je rijbewijs wordt ingevorderd als je op het bureau nog niet meewerkt. Eén collega vraagt om assistentie. Jij mag ook even uitstappen. Jij krijgt een waarschuwing van me en een busje gaat worden weggeslepen. Dat doe ik gewoon twee keer ernaast. Nou, weer een keer ernaast. Zo. Nou, hij stapt in. Nou, wat mij betreft mag je verder... Nee, wacht even. Verlopen rijbewijs, dan mag gewoon niet verder rijden. Piece of garbage! Jesus! Ik ga deze laten afslepen. En dan is het tijd om hier weg te gaan. Eentje wordt dus meegenomen, de andere gaat fictief dan mee. Omdat daar al een taxi voor onderweg was. En de voertuigen zijn afgesleept. En dan staat mij nog maar één ding te wachten en dat is hier weggaan en de melding afronden. Even controle. Parkeerplaats. En dan gaan we hier even bij de metro, bij het metrostation, eens binnen kijken. Want daar zijn we eigenlijk nog nooit naar binnen geweest. En dat is denk ik ja, gewoon een gebied van het, net zoals bij Schiphol, het station ook onder Kamargebied valt, lijkt mij.
gaan we hier gewoon even een kijkje nemen. Als we een melding hebben, dan gaan we snel naar ons auto terug. Telefoon moet ik voorstellen. Hij is ook gewoon even aan het telefoneren. Oh, collega, wat heb jij met een wapen bij? I just don't trust the police, you know? Who cares? Ik weet niet wat boven aan de hand is, maar ik vertrouw het niet. Er wordt geschoten. Misschien heeft dat ermee te maken. Ja, ik ga een kijkje nemen. In ieder geval, er is net... ja, ik hoorde wel, hier spreekt de politie. Maar in ieder geval, op dit moment komt er een melding binnen dat er een voertuig is die, waarvan de eigenaar... Ze zijn betrokken bij een gewapende voertuigoverval. Nu werd er net geschoten, dus zou het zomaar eens kunnen dat hij dat is. En hij rijdt hard. Maar dat kunnen wij ook. Hij moet hier opletten, hè. Het is hier sneeuw. Assistance needed in BTV gaan we uitvoeren. Davis. Collega's komen alleen van de andere kant als kloten. Dan zitten we of in de vuurlijnen of sluiten hem juist mooi in. Want natuurlijk bij BTGV altijd netjes naast elkaar. Oh, kijk eens toch al. Ja, het is net een politiegebied, denk ik. Ja. Spreekt de politie, uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog. Beide, handen omhoog. Ik heb je niet. Laat de vallen de wapen. You don't want to get me mad. Got it? Calm down. We are code 4. No further units required. Wordt er controle. Kofferbak. Clear. Ging daar wel een wapen af. Ah, hier ligt hij. En ik heb hem. Verder om voertuig. 12-01-13. 12-01-13. Nou, dan zijn we nog geen 12-01. Goed, wapensbergen en... ja, het kwam niet helemaal goed uit. Want de meneer hier, die hier ligt, dat was de bestuurder. En de meneer die erachter ligt, dat was de bijrijder. En de bestuurder had een wapenstok of een knuppel. En de bijrijder had een vuurwapen. En door het vuurgevecht heb ik de bestuurder door zijn hoofd geschoten. Sorry. Dus dit zou betekenen dat ik mijn baan kwijt zou zijn, lijkt mij. In het echt dan. Hey, kom jij nog even aan, joh. Een lange beurt, man. Maar toch bedankt, boys. Ze worden opgeborgen. En we zijn weg. Een bericht voor alle wagen. Havis ook wel, maar als je C-gebied, denk ik. Er zou een moord zijn gepleegd en schoten gelost. Er zou iemand rondlopen met een geweer. Het zou mogelijk van een psychiatrische inrichting zijn. Of daar zou hij bekend bij zijn, lijkt mij dan, als ze dat al weten. Ja, in Amerika heeft dat een iets andere benaming.
psycho with a gun stond, was de melding. Eigenlijk ja, een gek met een wapen. Maar ja, psycho denk, ja, denk je echt aan een... In Amerika geloof ik dan echt aan zo'n supergek. Hè? Echt niet een beetje gek, zoals we allemaal wel zijn. Echt supergek, gestoord gewoon. Dus ja, ik ga ervan uit dat het iemand is uit een inrichting. Psychiatrisch dan. Geestelijke gezondheidszorg. Oh, wat ben je allemaal aan het doen? Krijg je weer zo'n berichtje op telefoon en denk je wel, nou, wat de fuck is dat? Even kijken. Open. Doe open. Vriend. Hallo. Ja, maar potmond is hier. Gaat deze dan wel open of wat? Ja, maar. Ik kom hier wel binnen, hè? Dat snap je toch? Werden ik flikker in het water? Nee, dus. Politie, slash marechaussee, wat heb je in je handen? Laat dat vallen. Laat vallen. Hallo, laat vallen. Ik kom dichterbij. LSPD, don't make me shoot you! Vallen die Uzi. Het vallen. Police! Stop whatever the hell you're doing! Auw. Ik heb echt oprecht gewoon een piep in mijn oren nu door iets. Ik weet niet door wat, maar er gebeurde iets. Ja, verdachte uitschakeld. Heel veel schoten in het been. 1, 2, 3, zo op een rijtje. Hij sloeg hem. Maar hij sloeg mis, gelukkig maar. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. Citizens report a DUI in Los Santos International. Zou iemand onder invloed rijden en ik zie dat dat hier op deze parallelweg is. En dat gaat niet gebeuren. Beter hier onder invloed rijden dan op de openbare weg, maar dan nog mag het niet. Hij gaat richting de openbare weg. Dikke drift. Shit. Lekker geparkeerd ook, maar ik laat hem geen meter verder gaan. Goedendag. Hey. Dat je uitstapt. Ik wil even een rijbewijs van je zien. Dankjewel. Rustig aan. Hè. Je rijbewijs is ingevorderd, zie ik. Je rijdt mogelijk onder invloed. Wil je daar iets op zeggen? Ik ga je even laten blazen. Ik kreeg namelijk meldingen. Oké. En? Ik wil nog even speekseltest afnemen bij je. Nee, blijf gewoon staan. Oké, goed.
We hebben deze aangehouden voor rijden onder invloed. Je bent niet te onverplicht, je hebt geen recht op een advocaat. We willen er gebruik van maken. Natuurlijk krijgen we daar geen reactie op, dus ik stel voor... Eén collega vraagt dat we ook. Lekker het zo laten. En eventueel nog of rijden met een ingevorderd rijbewijs komt daar goed bij. Dat is gehoord. Don't be a dick, just get in the car! Dat is de laatste voor vandaag. Oh shit. Een voertuig die met geweld is gestolen. Hij gaat er inmiddels ook al van door. Zentorno is het te zien. Aangezien we op een politiegebied zitten, wil ik graag een eenheid erbij van de politie en toch maar de zoeken. Een rescue plan. Uitstappen. Uit. Hier komen. Er rijdt twee mannen aan of één man. Hier spreekt de politie en ze moet daar op het Zet hem, trek hem er wel uit. Hou hem bezig. Uitstappen. Heel goed. Wait up! Don't make me use this! Hier komen. Let's get him! Get down! Get over there! Oh shit! Oké, ik heb hem in principe vast en hij is bij deze aangehouden, maar dit beukt nu een beetje. Ik doe nu verder niks. Ik laat hem nu even los, hij wordt nu namelijk aangehouden, collega's. Voertuig trepen we af. We kunnen die niet zomaar weer teruggeven aan de eerste beste die zegt, oh die is van mij, dankjewel. Dus die wordt allemaal onderzocht. Bedankt Zulu voor het helpen. En ik zie jullie graag over 2 dagen of 3 of 4, wat ik al altijd inmiddels zeg, bij een nieuwe video. Tot dan, doei!